Gebeurt allemaal tijdens het Zuid-Amerikaans kampioenschap. Brazilië in het geel, let op, daar gaat hij. Even opwippen, hup, met het hoofd meenemen en wandelen maar. Ja, daar kan je eigenlijk niks aan doen als verdediger. Je moet hem een duw geven of uit evenwicht brengen in ieder geval. De scheidsrechter laat doorspelen als Kerlon gestopt wordt. Hoewel dit ook wel een vrije trap kon zijn. Maar hij doet het opnieuw en verdedigers die pikken het eigenlijk niet langer van Kerlon. Daar gaat hij weer langs de lijn. Hup, hup, hup. Nou, dan stoppen we hem zomaar.